Hey, en weg is hij. Gelukkig. Ieder dubbeltje om voor de peperdure golfcarrière van hun zoon. Als Mitchell echt prof wil worden, dan moet hij een officiële sponsor zoeken. En er alles voor opgeven en er keihard voor knokken. De vraag is eigenlijk, wil hij dat wel? Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nou, ik kom hier dus net binnen en ik keek omheen en ik dacht van, waar ben ik beland? En ik sta nog steeds een beetje perplexed. Hallo. Hallo. Job. Mitchell. Ja, Mitchell. Dat wordt spannend, hè? Ja. Je komt logeren. Ik kom bij jou logeren. Ja, te gek. Ik ben benieuwd. Ik sta er helemaal van te kijken. Ik ook. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Voor mij is het even spannend. Ja, maar dit is allemaal jouw kunstwerk. Ja, ik organiseer feesten. En we doen veel, we doen ook acteren en dansen en alles. Ja. Filmpjes maken en kunst maken en alles gewoon veel spelen eigenlijk. Oké, okay, zijn muziek is er ook. Laten we even doen dat jij gaat drie keer op dat gaatje daar, dat putje. Ja. Ik weet niet wat het was, maar... Putje. Ja. En je gaat proberen drie keer te putten. Als je niet met een van die drie mij weet te kietelen... Hier, dat je even een gevoelens geeft... Ja, ja, ja. Dan zou ik zeggen van... Stop ermee. Ja, blijf het wel doen, maar meer als... Normaal. Gewoon leuk. Oké. Af en toe een potje. Is er genoeg publiek? Ja? Oké. Wait a second, we need more audience. Ja, als je een beetje kietelt dan... Nee, nee. Ja, dat is gekieteld. Als ik door wil gaan, dan moet ik op zoek naar sponsoren. Ja. En als dat niet lukt, dan houdt het ook op. Ja, nou ja, als jij opvallend persoon bent, of mensen die je ook nog kunnen herkennen, want dat is voor sponsors heel belangrijk, dat je dus vaak opgepikt wordt, ook door camera's. Dus als je bij wijze van spreken een hanenkam zou hebben, dat is het voor sponsoren interessant, dan kan het misschien wat worden. Ik denk, als je zoiets zou aantrekken, inderdaad, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, hè? Dat je net alleen zo'n broek aan hebt, iets mafs, ben je net even zo'n tjing, net een beetje gevaarlijk voor andere mensen. Het kan je zeker maken, maar het kan je natuurlijk ook heel onzeker maken. Maar als je daar boven kan staan... Ja, maar wil je dat? Ik denk, als je daar boven kan staan, dan kan je winnen. Snap je wat ik bedoel? Ik denk, als jij een grof carrière wil, dan moet je... En met een BH op je hoofd, bij wijze van spreken. Je weet, iedereen kijkt nu naar mij. Al die camera's, al die dingen. Dan moet je gewoon echt ontspannen onder zijn. Ik vind het uniek. Alleen, of je echt zelf extreem moet zijn om de top te kunnen halen... dat weet ik nog zo net nog niet. Je moet durf hebben. Je moet echt risico's durven nemen. Hey, brother. There's an endless road to rediscover. Hey, sister. Opvallen, dat is het toverwoord. Met deze gouden tip kan Mitchell zijn bed in kruipen om verder te dromen over zijn golfcarrière. Moet je goed luisteren, jongen. Als je morgen wakker wordt, is alles alleen maar bergopwaarts. Ja, oké. Okay. Wacht even, hè. En word maar rijk met golven. Later. Goed. En dan het schietje. Bye, bye. Good night. Bye. Hé, lekker. Zaterdagmorgen, 7 uur, hartje Amsterdam. Eens even kijken of Mitchell zijn nacht heeft overleefd hier. Altijd handig. Reservesleutel van de zaak. Hey. Goedemorgen, Mitch. Nee, dit is niet waar, denkt hij. Jawel. Ja? Word maar even rustig wakker. Ik heb er hartstikke veel zin.
Kan ik u een watertje aanbieden, meneer? Ja, natuurlijk. Ja. Maar als je nou zou moeten samenvatten wat Job jou heeft meegegeven, of eigenlijk deze hele omgeving. Nou, Job die zei tegen mij, om echt de top te kunnen bereiken, moet je uniek zijn. En moet je anders zijn dan de gewone mensen.